De aanvoerder heb je in alle soorten en maten, zoals Timmy Simons van PSV of Gabo Babos van NEC. Jeroen van den Berg schreef er een boek over en ging op zoek naar het antwoord op de vraag: wie is nou een ideale aanvoerder? Het antwoord op die vraag is denk ik dat je niet kan spreken van de ideale aanvoerder of een aanvoerder. Er zijn heel veel soorten manieren om dat aanvoederschap in te vullen. En er is niet één archetype aanvoerder waaraan iemand moet voldoen. Er is geen blauwdruk of een profiel. En dat maakt het thema ook zo interessant, dat er heel veel soorten aanvoerders zijn. PSV had in de loop der jaren ook verschillende types, zoals de sierlijke Ruud Gullit met al zijn uitstraling. En de noeste werker Erik Gerets. Maar een echte PSV-aanvoerder, die bestaat niet. Ik denk ook niet dat je kan spreken van een typische PSV-aanvoerder. PSV heeft wel een aantal bijna iconische aanvoerders gehad in de laatste jaren. Een ervan is Philippe Cocu, die staat in het boek. Spreekt voor zich, zijn staat van dienst en ook de manier waarop hij als aanvoerder PSV hier afscheid heeft genomen. Mark van Bommel, 5 jaar lang aanvoerder, was destijds ook de jongste aanvoerder van de Eredivisie. En is nog steeds aanvoerder bij Bayern München. En ook Ronald Koeman staat erin, die ook in zijn PSV-tijd geen eerste aanvoerder was, maar wel vice-aanvoerder. Dat zijn de PSV'ers die erin staan en dat zijn al niet de minste die hier de laatste jaren gevoetbald hebben. Jij noemt een mooi voorbeeld van Bommel, de jongste. Moet je een bepaalde leeftijd hebben of moet er een natuurlijk overwicht zijn? Ja, dat zijn interessante vragen die ik heb gesteld in de gesprekken met de aanvoerders. Allemaal aanvoerders in het boek. Bij topclubs, bij het Nederlands elftal, bij Europese grootmachten. Dat zijn vragen als: moet je een bepaalde leeftijd hebben, een bepaalde ervaring hebben, een bepaalde positie hebben. Het interessante is, toen vind ik dat heel veel aanvoerders later ook trainer zijn geworden of gaan nog trainer worden. En dat ze daardoor ook een bepaalde kijk op het thema aanvoederschap ontwikkelen. Maar leeftijd is in de theorie van een aantal van hen geen relevant punt. Allemaal hebben ze wel een leuk detail of een verhaal van Frank de Boer die standaard jarenlang bij het Nederlands elftal een vaste aanvoerdersband had. Een mooie grote witte band met een C die hij ook nog heeft ingelijst op zijn kantoor. Tot de band van Barcelona die ze daar dragen, het rood met geel gestreept. Maar ook een stuk tape om de arm van John de Wolf, wat even snel voor de aftrap eromheen werd gewikkeld. Het zijn allemaal verhalen die daaraan bijdragen dat het thema heel divers aan bod komt en wordt uitgediept. En dat allemaal in het boek De Aanvoerder, waarin 10 captains vertellen over hun vak.